allemaal en vandaag is het alweer woensdag. Heel leuk dat jullie hier weer zijn op mijn YouTube kanaal Daily JC. En het is nu 9:55. Ik moet nu heel snel mijn tanden poetsen. Om 10:00 moet ik naar school toe. En om 11:00 start ik. Vandaag is een beetje een gekke dag, want we hebben de modern solo en de balletvariatie die wij bij ons balletexamen deden vorige week, moeten we nu en morgen in de avond op gaan voeren aan publiek. Voor publiek. Dus we doen eigenlijk het weer, maar dan voor publiek. En, maar dat hangt niks verder van af hoor. Dus het is niet beoordelend. Maar het is wel voor publiek. Dus eigenlijk alleen maar heel erg leuk. Ik heb mijn tas ingepakt. Die staat helemaal op instorten of ontploffen. Ik heb net een uur geleden mijn video geëdit. Ben ik bijna mee klaar. Ik had gewoon een uur aan filmmateriaal. Nou, en als je dat naar 15 minuten moet knippen. Vreselijk. Dan ben je echt wel even lang bezig. Dus ik heb al een uur geëdit. En ik moet nu nog even wel even de laatste puntjes doen. Dus dat komt op tijd af gelukkig nog. En de vlog moet ik nog even editen van vandaag. Dus ik heb nog wel wat editen tussendoor. Ik ga nu mijn tanden poetsen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we starten. Nou, heel leuk. Mijn oma had volgens mij dit neergezet. Een soort paasidee. Lijkt me een ei en een kip uit een ding. Heel gezellig zeg. Gisteren waren we ook bij de première van Mario Bros. Was echt super leuk. Mocht je die vlog niet gezien hebben, ik zou zeggen, check die eerst van gisteren. Yes, yes, woensdag, woensdag, woensdag. Trouwens, ik kan ook niet lesgeven vandaag en morgen. Gisteren had ik ook niet lesgeven. Dus ik heb gewoon een beetje een vrije week aan lesgeven eigenlijk. Hou op. Kijk jongens, de tribune staat wel helemaal klaar voor ons. We kunnen helemaal shinen. En stretch, en stretch, en stretch, en stretch, Rosa, stretch. Jongens, heel spannend nu opeens zo. Het lijkt nu echt officieel, hè, Salome? Ja, het is heel eng. Waarom is die ja. Bar zo ja, waarom staat die bar daar? En ik denk opeens dat het begint nu heel echt te worden. Ja. Oh, dat was zo leuk, ja. Dat was heel dat ja. Was een zwevende bar, toch? Hey, we gaan nu even ons klaarmaken voor de generalen. We hebben net al een doorloop gedaan. Iedereen deed even zijn stukje. Hem in verband met licht, et cetera. En ik heb weer mijn geel t-shirt aan. Ik heb leuk geel licht. Hoe zag dat er ook weer uit? Ja, ik vond het leuk. Was dat leuk? Ik dacht misschien geel. Ik vond het leuk dat je het met het licht. Ja? Ja, want toen was het eigenlijk... Het kwam gewoon geel-geel. Ja, maar daarom pakt het geel het wel meer door, ook in het kostuum. Nou. Dat vind ik heel top. Hey joh, allemaal nieuwe dingen in de applicatie. Nieuwe dingen voor die... Wat super! Een nieuw seizoen, een nieuwe periode. Ja, voor de lente. We gaan even naar McDonald's, we hebben net generalen gehad en we moeten nu eten. We hebben echt 3 kwartier. En dan start het al. Oh nee, we hebben eerst bar nog. Opwarming. Lekker eten, we hebben een nieuwe milkshake. Milkshake Tropical. Tropical Island. Lekker. Oh, ja? Oh. Het smaakt eigenlijk een beetje naar AA. Ah, ah. Oh, nou, dat is nou niet helemaal goed, denk ik. De nasmaak. Ja, dat is wel lekker. Nu ik, jongen. Een beetje smoothie vibes. Smoothie. Ja. Smoothies. Hebben we er zin in, Rosa? Het gaat beginnen, hè? Ja. Yeah. Zo leuk, meid. Gewoon dans. Jij moet dansen. Het gaat nu niet meer om stapjes. Het gaat om de dans. Ja. Ja, die koor u. Ja. Ja. Super. Dat is het. Dus jongens, it's going to happen. Alles gaat nu, de remmen, riemen gaan los. Dus de voorstelling gaat beginnen. Volgens mij kwam mijn oma kijken, leuk. Mijn oma kwam volgens mij, ik weet niet. Oh, echt? Ja, of vandaag of morgen. Nee, volgens mij vandaag. Dus het wordt waanzinnig, gezellig, leuk. En, maar ik kan ook niet wachten tot ik weer in mijn bed lig. Kom hier, ik krijg een dikke pakkertje. Pakkert. Een dikke pakkertje. Ja. Ja. Oké, okay, Rosa en ik hebben dus een soort moment. Rosa heeft in haar solo heel mooi dat gordijnen open gaan. Heel bombastisch, heel gaaf. Alleen wij
moeten die clipper afhalen. Dus je de clip aan. Moet eerst in je eentje doen. Ja. Maar jouw solo niet vergeten. Nee. Nee. En daarna moeten we samen dat doen, leuk. Hebben jullie nog wel een paar keer geoefend? Nee. Nee. Nee, dus we gaan niet door totdat die clipper inhangt. Dat gaat zo moeilijk. Ik moet helemaal moeilijk aan de binnenkant. Jij moet gewoon niet zeggen, laat het los, want dan is het... Ja, maar ik moet... Als Rosa moet lachen, dan is het klaar. Dat is de hele constatie. Ja, dan is dan... Maar dat is goed, dan hebben de mensen ook een beetje los. Het is niet los. Je moet niet zeggen, want ik weet of dit vast of los zit. Oké. Okay. Als je nog gaat zeggen, ja, hij zit... Als loslaten en hij valt op de grond, dan hebben we niks. Nee, oké. Nou, je hoort het. Heel stressvol. Oeh, jongens, ik heb net alles gehad. En het ging echt supergoed. En ik moest er lachen. Ik moet dus bij Rosa, moet ik dus het doek openen doen. Nou, wat we net zeiden. Alleen, ik kon dat niet vinden. Het was donker. Nou, ik was niet... Hi, Mau. Yes, yes, yes. Maar ik kon het gewoon echt niet vinden. Dus ik zat grijals aan de hamster, zoals Irma van de hamsteren. Ja, het was zo moeilijk. Maar ja, het is wel gelukt. Rosa, dat zoeken. Wat zei je? Dat zoeken. Ja, weet je niet nog wat? Ja, ja. Maar ja, je hebt het gedaan. Zo nog ik daar goed. Dat. Jongens, ik lig echt gewoon door de gang van de school. Lig ik lekker gewoon te chillen. Ik vind het zo lekker zo op de gang. En dat is de boosdoener, dat is de deur waar iedereen doorheen moet. Nou, Jesse Harders, die laten we helemaal niks van zich horen. Weet je, die camera die ligt in de kleedkamer, niemand te bekennen. Niet meegenomen naar de studio, heel jammer. Dus ik doe even een rapportage, het is... Oh, die klok loopt niet goed. Nou, tot zover. Ik kijk even 2 seconden op mijn telefoon. Het is... deze tijd... En, wat is dat nou eigenlijk? 8:15. Volgens mij is Jesse nu ook klaar met zijn solo ondertussen. Dus wij zijn allebei klaar alvast voor de dag. Alleen we moeten nu, nou ja, wel echt hier van een uur wachten voor een eindbuiging. Dus dat zijn we nu aan het doen. Heel leuk aan het wachten. Kijk, you guys. Het leuke aan onze school is, naast onze dansstudio's hebben we een soort trappetje. En dan moet je even een beetje bukken. Kijk, dan heb je hier studio 2. Hier zitten we dan lekker te chillen. En oh, Rosa, die ziet me gelijk. Dag. En hier gebeurt het. Femi is nu aan het dansen, het publiek zit daar. Dus spannend. Hey you guys, ik ben net klaar. Ik ga nu naar huis toe. En het ging allemaal helemaal goed. Het ging helemaal goed. Het was heel intiem, omdat ze waren denk ik, nou, 50 man was er in de zaal. In de studio. Dus, maar het was alsnog heel erg leuk. Dus, nou, weer iets wat we kunnen afsteken. Nou, en niet helemaal, want morgen doen we het gewoon nog een keer. En dan is het einde, want dan is het paasweekend. Dus nog 1 keer knallen en dan zit het erop. Nou, en het is nou 8:30 en het is nog zo goed weer. Moet je kijken. Helemaal nog licht een beetje. Super. Ik ga lekker naar huis en als ik thuis ben ga ik denk ik toch even Fortnite live streamen. Daar heb ik zo'n zin in. Jongens, dit is het mooiste wat ik heb gezien in 2023. Hoor even, ik laat dit beeld gewoon 20 seconden zo staan. Hoor de fontein, zie de bloesem, zie de maan. En ik kom thuis en ik zie een heel lief paaspakketje van mijn management. Oh, zo lief. Paaskonijn, eieren. Lieve allemaal, ik ga de vlog lekker afsluiten. Ik ga lekker slapen. Ik ben moe. Morgen weer een nieuwe dag. En ik moet even nu nog wat een paar dingetjes regelen. En dan echt slapen. Dit was het voor vandaag. En tot morgen.